Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Vrijdag barst in Leeuwarden weer het jaarlijkse Friestraatfestival los. Het belooft een weekend te worden vol prachtig straattheater en fijne muziek op zo'n 15 locaties in de binnenstad. Er zijn onder andere optredens van Kindercircus Saranti, Kevin en André en Fratelli Fiasco. Ja, geweldig. Wij hebben er weer helemaal zin in. We hebben hier waar we staan uitzicht op het Wilhelminaplein. En daar wordt op dit moment de circus tent van Circus Ronaldo opgebouwd. En dat is voor mij altijd ook het moment van, oh ja, dan krijgen we de kriebels en nu gaan we echt los. En we hebben geweldig veel mooie voorstellingen geboekt. Dus het gaat helemaal leuk worden. We hebben nu altijd een soort van hoofdact. Ik heb het idee dat het dit jaar dus die Circus Ronaldo is. Wat maakt een act tot hoofdact van het Friestraatfestival? Dat heeft ook te maken met natuurlijk de kwaliteit van de act. Ronaldo is een internationaal circus. Het bestaat al vele jaren. Ik hoorde net de vierde generatie, dus daar heeft het ook mee te maken. Er zit een bepaalde ontwikkeling in en een hele gedegen basis. En wat ik heel bijzonder vind aan deze voorstelling is dat het een hele ingetogen, intieme voorstelling is, helemaal in meme. En dat het ook gaat over trouw. En over trouw aan jezelf, trouw aan je vrienden, aan je vak. En ik denk dat mensen zich ook daarin heel erg goed kunnen herkennen. Want daar heb je allemaal mee van doen. De ziel van het brede circus zit zeker in al onze voorstellingen in. Alleen is het altijd op een andere manier gebracht. Het gaat eigenlijk altijd om de puurheid van het gevoel. Zo, we gaan minder uitvoerig spektakel brengen. Alles is heel intiem en heel melancholiek. En elke lach heeft ook een triest kantje. Dus het is heel menselijk. We zijn een beetje de atleten van het hart. Ja. Ja. En je vindt het belangrijk om dat aan de mensen over te brengen in jouw circus? Ja, voor mij is emotie eigenlijk het belangrijkste in een voorstelling. En al de rest heb je wel nodig om die emotie te maken. Maar we proberen het altijd met zo eenvoudig mogelijke middelen te doen. Dus geen grote lichteffecten of grote machinerieën. Alles is heel klein. De schittering van de ogen van de speler moet voor ons belangrijker zijn dan de glitter op het kostuum of de grootste effecten. Ja. Voilà. Ja. Lekker dicht op het publiek, een intieme voorstelling. Ja, het is heel belangrijk voor ons dat mensen heel ongemakkelijk zitten met de knieën van de mens achter je in je rug. Dat bevestigt een beetje van wat je ziet, vind ik. Dat bevestigt de echtheid en het authentieke. Een voorstelling moet voor mij niet te comfortabel zijn, nog voor de speler, nog voor het publiek. Papka, papka, oxygen. We hebben 15 locaties en met theater en muziek iets van 150 voorstellingen, geloof ik. En dat gaat van amateur tot semi-amateur tot nationaal-internationaal talent. In zowel straattheater als muziek. En dat is heel bijzonder inderdaad. Hele mooie voorstellingen en ook hele leuke bands. Zaterdagavond is een band met het dak eraf, zeg maar. Dus ze gaan met z'n allen feesten op het Gouverneursplein met Dirty Daddies. En zaterdag overdag, maar ook 's avonds, echt prachtige theatervoorstellingen. Dus voldoende om je te vermaken het hele weekend. Van het publiek wordt tijdens het straatfestival ook wat verwacht. Natuurlijk vooral met het straattheater natuurlijk moeten mensen vaak participeren. Maar er is ook sinds een paar jaar de Van der Eems prijs voor de beste act. Daar kan het publiek op stemmen. Hoe gaat het in zijn werk? Ja. We hebben inderdaad sinds vorig jaar de Van der Eems publieksprijs. En onze bezoekers die kunnen dan stemmen op de Leeuwarden app. Dus dat is heel erg handig. Maar ze kunnen ook gewoon stemmen met een briefje. Onze vrijwilligers lopen bij de act. Hebben briefjes bij hun, stembriefjes. En na 4 uur worden die allemaal geteld. En om 5 uur wordt het hier op het Wilhelminaplein de publieksprijs uitgereikt door Sjoerd Veitsma. Daar zijn we heel blij mee. Wethouder cultuur van Leeuwarden. En die act die komt dan volgend jaar weer terug, editie 2016 van het Friestraatfestival. Heet hangijzer altijd bij zo'n straatfestival is natuurlijk het weer. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, ik kijk ongeveer 3 keer per dag nu op mijn weerappje. En ik zei het net al, de ene keer is het regen, de andere keer wolkje, de andere keer wolkje en zonnetje. Dus we laten ons niet weerhouden door wat spatjes regen en
Op het plein hebben we ook voldoende schuilgelegenheid en er zijn ook heel veel horecagelegenheden. Dus volgens mij gaat het allemaal best goed komen. Dus dat is eigenlijk niet meer een prachtige dertiende editie in de weg? Nee, absoluut niet. Nee.